Jonge kinderen, pasgeboren baby's die zonder verdoving geopereerd worden. Tot aan het begin van de jaren 80 was het, ook in Nederland, dagelijkse praktijk. Aan de vooravond van een groot internationaal congres, waar kinderanesthesiologen van over de hele wereld bij elkaar zijn, praat ik met een van hen over de razendsnelle ontwikkeling in dit piepjonge vakgebied. Over wat ze weten, wat ze nog altijd niet weten en waarom dat zo lastig is, een kind opereren. Mag ik een applaus voor kinderanesthesioloog Jurgen de Graaf. Jurgen, goed dat je er bent. Toch, het congres gaat any moment van start. Morgen gaat het congres beginnen. Morgen. Hoeveel vakbroeders van over de hele wereld komen er naar Rotterdam? Minimaal 500. Okay. Mensen uit heel Europa en de hele wereld eigenlijk. En dat is veel? Of is dat, is dat 1% of is dat 90% van alle kinderanesthesiologen ter wereld? Of? Het is denk ik in Europa. Het komt door het moeilijke van het vakgebied. Er zijn, en dat raakt precies de snaar wel. Je hebt natuurlijk heel veel anesthesisten die anesthesie aan kinderen geven. Mm-hmm. Maar je hebt maar een beperkt aantal mensen wat echt kinderanesthesist is. Okay. En dat is toch een verschil, want die zijn meer toegespitst op de moeilijke kinderen, zullen we zeggen. Maar misschien kunnen we dat gelijk duiden. Want laten we bij de basis beginnen. Wat doet een anesthesioloog? Een anesthesioloog. Kun je de camera of de microfoon iets naar je toe schuiven? Ja. Een anesthesioloog zorgt ervoor dat een kind een operatie kan doorstaan, in slaap maakt, daar niks van merkt en vervolgens gezond weer wakker wordt en daarna in de loop van de tijd, na de operatie ook geen pijn heeft. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En in die periode van de anesthesie neemt de anesthesist eigenlijk de hele functioneren van het lichaam, wat normaal automatisch gaat ademen. Ademhaling gaat automatisch, je hartslag wordt automatisch goed geregeld, je bloeddruk wordt automatisch goed geregeld. Al die elementen die worden uitgeschakeld door de anesthesie die je toedient. En wij zorgen ervoor dat dat weer op niveau blijft tijdens de operatie. En dat het kind of de volwassene na de operatie weer gezond wakker wordt eigenlijk. We zien hier op dit moment achter ons een video over het vakgebied een tijdje geleden. Dat heb jij meegenomen. Wat zien we hier en waarom is het interessant om te zien? En wanneer is dit eigenlijk? Ja, dit is een video uit Engeland. Waar eind jaren 40 anesthesie werd gegeven. En dat is een kind wat hier anesthesie krijgt met een eterkapje. Daar wordt dus een beetje eter opgedruppeld. Dat is een bedwelmend middel. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk het kind in zeer korte tijd in slaap valt. Dat zie je nu dus ook gebeuren. De armen vallen weg, dus dat kind dat wordt verslapt en wordt suf en gaat slapen. Waarna de operatie kan worden uitgevoerd en dat kind niks meer meemaakt eigenlijk. Ja. Hier zie je het kind echt duidelijk. Dit gebeurt niet meer, hè? Niet met eter. Nee, want dit is een prehistorische methode? Of wat is hier raar of gek aan? Eter, de manier waarop het werd toegediend, is een ongecontroleerdere manier door we op dit moment de anesthesie kunnen geven. We hebben nu nog steeds, natuurlijk wel nog steeds, het kapje. We maken de kinderen nog steeds met een kapje in slaap. Of met een infuus. Een wat van zit beide. Erin in het kapje? Daar zit nu meestal 7-fluoraan in. Dat is ook een anesthesie-dampmiddel, dampvormig middel. Dus een gas eigenlijk die je in kan ademen. En als je dat inademt, dan val je in slaap. Oh ja. En dan ben je even buiten bewustzijn. Op het moment dat dat gebeurt, dan nemen wij eigenlijk allerlei functies over. Dan gaan we de bloeddruk nemen over, we gaan de beademing overnemen. En dan kan de operatie uitgevoerd worden. Op het moment heb je dus eigenlijk dat het kind niet meer reageert op prikkels van buitenaf. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. En daar ben jij dus altijd bij? Ja. Dus er is een chirurg, die is de operatie aan het verrichten. En jij bent de hele tijd dat proces aan het begeleiden. We hebben ook nog wat foto's, die heb je ook meegenomen van jouw werkplek. Ja, daar staan, ik wilde net zeggen, er zitten soms wat heftige beelden bij. Laten we maar gelijk mee beginnen, ja. Ja, jij lacht erom, dit doet jou niet zoveel. Ja, dat is ons, onder andere ons werk. Ja. Dit is ook ons werk. Dit is een foto waar we met 3 collega's bij elkaar staan. 4 collega's trouwens. En daar wordt een kind wat onder narcose is, krijgt op dit moment een pijnstilling in de rug toegediend, een ruggeprik toegediend, zodat hij de operatie de narcose minder diep hoeft te zijn en na de operatie eigenlijk niet zo pijnlijk meer wakker wordt. Eigenlijk. Oh ja, dat is datgene wat hier gebeurt inderdaad. En hoe vaak doe jij dit? Hoe vaak sta je in deze setting van je werk? Ik ben 3 dagen in de week ben ik op de operatiekamer. Ja. En 4 dagen in de week en 1 dag in de week doe ik onderzoek. Ja, en toen we hebben elkaar van tevoren een keer gesproken in het café van het Erasmus MC. En toen kwam jij net uit de nachtdienst. Ja. En ik geloof dat je toen een pasgeboren baby met een
verstopte darm had geopereerd. Ja. Kun je ons een beetje een idee geven van wat voor operaties jij dan begeleidt? Nou, dat was inderdaad een kind wat eigenlijk een paar uur voordat die operatie moest plaatsvinden, werd geboren. Mm-hmm. Op dat moment had dat kind een congenitale afwijking, zoals dat heet. Dus een aangeboren afwijking waarbij de darm niet doorloopt. Ja. Dat is niet met het leven verenigbaar, want als je dat laat bestaan, dan kan je geen voedsel opnemen. Plus al je maagsappen, die lopen allemaal terug in je longen, komen in je longen terecht. Dus die moet eigenlijk dan met spoed geopereerd worden. Ja. Dus dat kind is inderdaad, s'nachts door de kinderarts werd gevraagd of de chirurg daarna wilde kijken. Die heeft inderdaad operatieindicatie gesteld. En samen met de kinderchirurg op dat moment hebben we bepaald, moet dit nu gebeuren, ja of nee? Nou, dat moest op dat moment nu gebeuren. Dus toen hebben we inderdaad dat kind van de kinderafdeling is naar de operatiekamer toegebracht en is daar inderdaad s'nachts geopereerd. Ja. Dat zijn spoedgevallen, hè? Dat zijn spoedgevallen. En zijn er ook geplande operaties? Ik bedoel, ja, een volwassen anesthesioloog die begeleidt ook iemand die een nieuwe heup moet. Dat hebben jullie, denk ik, vrij weinig. Maar... Nou, het merendeel van de operaties die je doet zijn geplande operaties. Oké. Zeker bij kinderen is het merendeel van wat je doet, is gepland. Dus dat zijn de amandelen die geknipt worden, heel bekend iets wat natuurlijk heel veel kinderen hebben gehad. Maar ook de urologische operaties, waarbij er een penis niet helemaal goed is aangelegd, dan wordt die geopereerd. De flaporen, liesbreukoperatie. Dus er zijn heel veel operaties die wij doen, maar ook grote operaties, neurochirurgische operaties, waarbij er een hersentumor is. Bij hele kleine kinderen? Ook, met grotere kinderen, okay, ja. Dat is meestal bij iets grotere kinderen. Is het een ander slag volk dan volwassen anesthesiologen? Nou, wat ik zeg, je hebt een groep anesthesisten die in een kindercentrum werkt, zoals het Sophia Kinderziekenhuis, maar ook andere kindercentra in Nederland, waar je gespecialiseerd bent echt alleen in de kinderanesthesie. En dan denk ik dat je er wel een bepaalde passie moet hebben voor dat vak, omdat dat echt ook een andere techniek is die je moet hebben dan dat je anesthesie aan kinderen geeft. Het merendeel van de kinderen wat in Nederland geopereerd wordt, zijn gezonde kinderen die verder niks hebben, die al redelijk groot zijn, een jaar of 3, 4. Die kunnen anesthesie krijgen van een anesthesist die anesthesie geeft aan kinderen. Een beperkt aantal groep kinderen, dat zijn de mensen die we dan vaak in de academische centra krijgen, zijn die kinderen die of heel klein zijn, wij zien ze vanaf 500 gram, of andere dat zieken. Dat zijn kinderen die heel vroeg geboren zijn, bijvoorbeeld. Die heel vroeg geboren zijn. Ja, daar is anesthesie even een vak apart, wat je niet zomaar iedereen kan doen eigenlijk. Ja. Dat is iets wat je moet leren, waar je echt ook ervaring mee moet hebben. En wat weinig voorkomt, gelukkig, maar wat wel verschrikkelijk moeilijk is om dat te doen eigenlijk. Ja, is het heftig werk? Is het heftig werk? Het is iets waar je in groeit. En soms raakt het nog wel als iets niet goed gaat. Dan kan het wel eens wat emoties oproepen. Maar meestal is het, dat is wel... er zijn casus die je bijblijven, laat ik het zeggen. Dat wel, dat zeker. Dat is wel apart, want toen ik het je dat de vorige keer vroeg, dat hebben we een beetje voorbesproken, toen zei je, nou valt wel mee, het is gewoon werk en je went eraan. Ja, maar je went er wel aan. Maar reageer je nu anders omdat je de afgelopen weken iets lastigs hebt meegemaakt? Of omdat je... Nou, niet speciaal, maar ik denk er wel over, hoe ga ik met mijn werk om? Het went in die zin zeker wel. Mm-hmm. Het is niet zo dat ik elke dag thuis kom en dat ik vol met verhalen zit. Absoluut niet. En iets wat 10 jaar geleden, toen ik aan het begin van mijn carrière stond, heel heftig was, vind ik nu niet zo heftig meer eigenlijk. Ja. Dus in die zin went het zeker wel. Ja. Maar er zijn zeker wel momenten dat je nog steeds bijblijft inderdaad. En dat zijn niet altijd de heftige momenten. Het zijn soms ook wel de hele mooie momenten. Dat je juist mooie dingen kan doen eigenlijk. Ja, want en dat heeft dan ook te maken met... Want geboortes is ook één tak. Ja, onder andere geboorte. Ja. Maar ook dat je echt iets voor een kind kan betekenen eigenlijk. Ja. Dat je gewoon het verschil kan maken. Ik zei in mijn aankondiging, nog niet zo heel lang geleden, tenminste, dat denk ik dan, want ik vind mezelf vrij jong, daar word ik wel eens op gewezen dat dat niet zo is, maar dat gevoel heb ik nog altijd een beetje. En toen ik kind was, baby was, werden er nog kinderen, baby's, onverdoofd geopereerd. Ja. Toen ik dat hoorde, schrok ik daar nogal van. Kun je uitleggen hoe dat zo gegaan is en hoe dat opgemerkt is?
Nou, dat is een paper uit 1987. Toen ik dat teruglas, dat was het moment dat ik begon met studeren. Dan denk ik van, dat is inderdaad nog helemaal niet zo lang geleden, voor mijn gevoel eigenlijk ook. Toen is er een onderzoek gedaan waarbij de ene groep kinderen geopereerd werd aan een hartoperatie. Een kleine hartoperatie weliswaar. Die kreeg gewoon lachgas en een spierverslapper. Mm-hmm. En een andere groep kinderen kreeg lachgas, spierverslapper, maar er daarbij ook een hoge dosis opiaten. Een sterke pijnstiller. En toen hebben ze onderzocht hoe het met die kinderen ging. En toen zagen ze dat de stressreactie bij de kinderen die opiaten kregen, minder was. Mm-hmm. En dat die een betere overleving hadden. Dan denk je van, dat is een onderzoek wat minder dan 40 jaar geleden is uitgevoerd. Of 30 jaar geleden is uitgevoerd. Op een manier waarop anesthesie gegeven, dat kunnen wij ons nou niet eens meer voorstellen. Ja, want ik las een verhaal over een jonge Indiase dokter die in een Brits ziekenhuis, volgens mij in Oxford, op een gegeven moment aan de lopende band helemaal bleke, ik weet niet wat die baby's aan het doen, maar krijsende baby's uit de OK zag komen. En die is ging kijken en die er toen achter kwam van, oh, jullie geven die kinderen eigenlijk niks. Nee. Want, en dan was het idee, ze ervaren geen pijn, want het zenuwstelsel is nog niet af en ze onthouden niks. Dus 5 minuten later zijn ze weer vergeten. Ja. Dat is toch van de zotte, of niet? Ja, dat vinden wij of nu is van het de eigenlijk, is nou, het ook niet zo gek nou, gedacht? Ik denk dat de inzichten in de hele medische ontwikkeling en hoe je ten aanzien van pijn en ten aanzien van operatiestaat is enorm veranderd. Door het feit dat we nu een bevalling doen. 20 jaar geleden kreeg bijna geen van de vrouwen een ruggeprik. Op dit moment heeft 30-40% van de vrouwen krijgt een ruggeprik. Mm-hmm. We kijken daar heel anders tegenaan. Ik wil niet zeggen dat het destijds verkeerd is, alleen we kijken er anders tegenaan door de medische ontwikkeling, door de medische wetenschap die zich ontwikkeld heeft, kijken wij anders tegen geneeskunde aan. En dat moeten we zien. Ja. En dat maakt het vak ook aan de ene kant zo interessant, dat we toch in een korte tijd heel veel dingen zijn veranderd en in onze ogen nu zijn verbeterd. Veel beter, ja. En waarschijnlijk over 20 jaar zullen ze ook zeggen, wat hebben ze nou weer gedaan? Wat deden ze toen? Dat wil ik zo meteen nog even van je weten, wat dat dan volgens jou waarschijnlijk is. Ja. Maar even over hoe dat nu gaat. Vroeger kon je heel makkelijk, als je geopereerd werd, kind of niet, bezwijken aan de neveneffecten. Er ging iets mis. De blinde darm ging eruit, ik noem maar eens iets. En er ging iets mis en iemand kreeg iets heel ergs of overleed zelfs. Ja. Hoe gevaarlijk is het op dit moment om als volwassene, maar ook als klein kind onder het mes te gaan in Nederland? Ik denk dat anesthesie bij gezonde mensen op dit moment zeer veilig is. Absoluut heel veilig is. Maar dat betekent, er gebeurt nooit meer iets wat jullie niet snappen. Het gebeurt bijna, ik durf niet meer nooit te zeggen, maar het gebeurt bijna niet meer dat er iets gebeurt wat wij niet hadden kunnen zien aankomen eigenlijk. Als je het vergelijkt met de luchtvaartindustrie of met andere dingen, er is een hele mooie grafiek is er waarbij je de verschillen mooi kan zien. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat de anesthesie bij gezonde mensen op dit moment veiliger is dan de huidige luchtvaarttechnieken eigenlijk. Als mensen vragen aan mij van, goh, dat is niet het idee volgens mij wat veel mensen. Die mensen denken altijd, nee, het wordt geopereerd, het zal wel eens mis kunnen lopen. Terwijl eigenlijk zeg je, ik zeg altijd tegen patiënten die bij me komen van, het gevaarlijkste is een stuk autosnelweg wat je naar het ziekenhuis toe moet rijden. Dat is veel gevaarlijker dan bij ons in het ziekenhuis eigenlijk. Oh, ja. Dus, en dat is ook denk ik wel de werkelijkheid. Ja. Dus het moment dat je gezond bent, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar dat zijn de mensen die andere ziekten hebben, die comorbiditeiten hebben. Mm-hmm. Of de hele kleine kinderen, zoals zo'n 500 grammer of zo'n 2000 in een kind van 2, 3, 4 kilo. Mm-hmm. Dat zijn de risicogroepen. Daar gaat het nog, daar gaat het helaas nog wel eens fout eigenlijk. Ja. En daar kunnen we het verschil maken. Je zei over het kan best dat over 20 jaar dat we terugkijken en dat we denken dat ze dat toen zo deden in 2019. Ja. Wat krankzinnig. Heb jij enig idee wat dat zou kunnen zijn waar we op dit moment toch misschien niet zo heel erg goed bezig zijn? Ik weet wel waar ik nog mijn hiaten heb zitten. Van waar ik nog geen kennis heb wat er precies gebeurt. En dat is toch onze hersenen. Een van de belangrijkste organen van het menselijk lichaam. Want als je hersenen het niet meer doen of gestoord zijn, dan heb je heel snel het gevoel dat het leven minder waardevol is. Mm-hmm. En eigenlijk, wij monitoren van alles. Wij monitoren de bloeddruk, wij monitoren de zuurstof, wij monitoren de CO2 wat we uitademen.
Maar we hebben geen idee wat er eigenlijk in ons hoofd gebeurt. Daar hebben wij geen enkel idee van. Alles wat we doen is om te zorgen dat de bloeding aan het hoofd goed gaat. Maar die kunnen we zelf niet meten. Dus ik denk, ik zou het heel mooi vinden als wij op de een of andere manier een apparaat kunnen ontwikkelen waarbij we eigenlijk die hersenenbloeding en de zuurstofconcentratie in de hersenen, dat we die goed kunnen meten en goed kunnen beoordelen tijdens de operatie, zodat we daarop kunnen sturen. Want als ik jou nu hier goed hoor, weten jullie ook nog niet helemaal hoe schadelijk of onschadelijk het is voor die hersenen op de lange termijn, ja, als een kind geopereerd wordt. Nou, dat is een ander punt inderdaad. Anesthesie, wat ik zeg nu een kind, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. Maar nou, een kind is nog in ontwikkeling. Kind is, de hersenen van een kind zijn heel erg in ontwikkeling. En de hersenontwikkeling bij een jong kind is een continu proces van aanmaak van hersencellen en afbraak van hersencellen die niet gebruikt worden. En de anesthetica die wij toedienen zijn enorm krachtige, potente medicijnen die eigenlijk gewoon direct de hele boel platleggen eigenlijk. Als je een bloeddrukverlaging geeft, dan gaat je bloeddruk een beetje omlaag. Als wij anesthesie geven aan een kind, dan schakelen de hersenen bijna helemaal uit. Ja. Je krijgt echt beursuppressie. Je ziet op dat moment eigenlijk dat de hersenen die doen op dat moment niks. Ja. Als je dat anesthesie geeft aan ratjes en muizen, en je snijdt die hersenen door van die ratjes en die muizen, dan zie je daarna dat er eigenlijk meer cellen zijn afgebroken dan de ratjes en muizen die geen anesthesie hebben gehad. Okay. Als je die ratjes en muizen vervolgens groot laat worden, ouder laat worden, dan zie je dat die ratjes en die muizen toch wat geheugenstoornissen hebben. Dat ze zich minder goed kunnen oriënteren in een doolhof. Wij weten niet of dat voor mensen geldt. We weten wel sinds kort dat een korte anesthesie veilig is. Maar wij weten niet dat een lange anesthesie of dat ook veilig is, ja of nee. Dus dat is een ander aspect. Maar dat heeft te maken met het medicijn waar we toe dienen. En mogelijk ook met die hersenenbloeding die tijdens de operatie. Want op het moment dat zo'n anesthesie, als je zo'n anestheticum toedient, dan gaat er dus, wat ik al zeg, een heleboel automatische reflexen die in het lichaam normaal aanwezig zijn, die schakel je uit. Want als je die niet uitschakelt, dan kan de chirurg zijn werk niet doen. En dan ontstaat er heel veel stress. Want dat was in de jaren 80, werd er eigenlijk alleen maar een spierverslapper gegeven. En werd de rest allemaal aan de stress overgelaten van een kind. Ja. En dat is ook niet goed. Ja. Dus je moet daarin de juiste balans zien te vinden. Maar als ik je zo hoor, terughoudend zijn met het opereren van je kind. Toch wel. Nou, ik denk dat je zeker een operatie niet moet doen als het niet noodzakelijk is. Maar de meeste operaties die we doen bij jonge kinderen op dit moment zijn wel noodzakelijk. Omdat je anders orgaanschade krijgt, zoals dat verhaal van de patiënt wat ik je net vertelde. Ja. Of ook complicaties krijgt op de langere termijn. Bij kinderen die een amandelen knippen, bij wijze van spreken, dat het noodzakelijk is, die slecht horen, ontstaat er een gehoorstoornis of een spraakstoornis, omdat ze niet goed kunnen horen, omdat de oren niet goed functioneren. Dus heel veel, en dan is het kiezen tussen de een en het ander. Ja, dan denk ik dat de indicatie voor de operatie er wel is. Ja. Congres, een paar dagen, zin in? Ja. Leuk? Ja, heel leuk. Hard werken? Het is vooral hard werken, maar ook ontzettend leuk. Verschrikkelijk interessant. Leuk dat je er was, Jurgen Graaf. Dank je wel.